In dit filmpje geven we een woordje uitleg over de werking van de metasentimeter en hoe NanoTrader omgaat met de waarden, de parameters van de indicatoren. Ik start in de designerbar en ik klik op indicator toevoegen en we starten met het toevoegen van de metasentimeter. Dit is het onderdeel dat de interpretatie van de indicatoren uitvoert. En ik voeg hem bij. Als tweede indicator neem ik de MACD, een indicator, en ik neem deze als centimeter. Zo. We zien onderaan de grafiek zien we de MACD, dus met de blauwe lijn en de bruine lijn snijdt de blauwe lijn de bruine lijn opwaarts, dan praat men van een koopsignaal, snijdt die neerwaarts, praat men van een verkoopsignaal. Hier links in het scherm zien we metacentimeter staan en MACD. Ik klik even op de MACD om de parameters te vergroten en ik klik even op trading. We zien hier een aantal wiskundige cijfers. Laten we even kijken waar deze voor dienen. Eerst klik ik dubbel op MACD. Zo. Er opent zich een dialoog die de indicator weergeeft, of liever de interpretatie van de indicator. Bij de indicator, de MACD, zijn er verschillende mogelijkheden. Ofwel kruist de MACD opwaarts. In dit geval praten we van situatie 1. Situatie 1 krijgt een wiskundige waarde van 100. Dit is belangrijk. 100 wil zeggen kopen. Hoe komen we tot dat kopen? Wel, 100 is een waarde. En we kijken nu even links. En we zien staan threshold long. Of grens om een longpositie te openen. Als de wiskundige waarde, gecreëerd door de stand van de indicator, groter is dan 76 en 100 is groter dan 76, dan wordt een longpositie ingenomen. Dus hier, situatie 1, wordt een longpositie gekocht. De lijn blijft boven zijn signaallijn, dus hebben we hier situatie 2. Situatie 2 geven we een waarde 65. En we kijken wederom even links. 65 is nog steeds groter dan 40, dus wordt de long niet gesloten. We blijven dus in positie zolang de waarde groter is dan 40. Waarde 65, de long wordt behouden. Threshold short wil zeggen als de waarde onder 24 graad, dan wordt een short positie geopend. Zo, de situatie 1, waarde 100, een positie wordt gekocht. Situatie 2, waarde 65, groter dan 40, de long blijft behouden. We komen nu bij situatie 3, waar een neerwaartse kruising plaatsgeeft. Situatie 3 krijgt de waarde 0 mee. Laten we even kijken wat met die 0 gebeurt. Wel, 0 is kleiner dan 40, dus wordt de longpositie gesloten. Dus we hebben geen positie meer. Maar 0 is ook kleiner dan 24, dus wordt een shortpositie geopend. Dus hier long, we blijven long, long gesloten, short geopend. Dus we staan hier short bij situatie 3. Situatie 4 krijgt een waarde 35 mee. Dus 100 is kopen, 0 is verkopen. Laten we even kijken wat met 35 gebeurt. Wel, 35 is nog steeds kleiner dan 60. Dus wordt de short niet gesloten, de short wordt aangehouden. 35 is kleiner dan 60. Is ook kleiner dan 76, er wordt geen longpositie geopend. En zo komen we dan na situatie 3 wederom bij situatie 1. Een opwaartse kruising, waarde 100. Waarde 100 is groter dan 60, de short wordt gesloten. Is groter dan 76, een long wordt geopend. Dus op basis van deze wiskundige cijfers, die u kan aanpassen, wordt hier bepaald welke actie ondernomen wordt.
een long positie openen, een short positie openen, een long sluiten, een short sluiten. En voor ieder indicator heeft men dus een interpretatie. We noemen dat sentimenten. En deze sentimenten vindt men ook hier visueel uitgebeeld. Dus bijvoorbeeld hier een opwaartse kruising krijgt de waarde 100 mee. We zien hier waarde 100. Situatie 2. Dus hier boven de kruising. Boven de kruising krijgt de waarde 65 mee. We zien hier de lijn op een waarde 65. Dus een samenspel van sentimenten uitgedrukt in wiskundige waarden.